In 1950 verschenen door Charles Schulz bedachte Snoopy voor het eerst als de hond van Charlie Brown in de stripboekenserie Peanuts. Peanuts was een van de bekendste en invloedrijkste strips. Hij verschijnt nog steeds. Snoopy is een beagle die niet kan praten. Hij is wat zwaarmoedig, fantaseert graag en denkt veel na. Hij houdt van bier en pizza en haat kokosnoepjes. De Griekse schrijver Homerus, die 800 voor Christus leefde, schreef twee epische gedichten over de Griekse helden, de Ilias en de Odyssee. In de Odyssee was Argos de hond van Odysseus, hier te zien met slavin Euryclea. Argos raakte zwaar verwaarloosd nadat zijn baas ten strijde trok tegen Troje. Odysseus keerde na 20 jaar terug. Ondanks het feit dat hij als een bedelaar verkleed was, herkende Argos zijn baas meteen. Zodra hij zijn baas zag, zou hij hebben gekwispelstaard en zijn oren plat in zijn nek hebben gelegd. Hierna zou hij, na een laatste blik op zijn baas te hebben geworpen, zijn gestorven. Pompey was het kooikenhondje van Willem van Oranje, ook wel Willem de Zwijger genoemd. Volgens sommige bronnen was Pompey een mopshondje. Pompey zou Willem van Oranje gered hebben van een aanslag op zijn leven. Toen Willem in Frankrijk in zijn legertent sliep, probeerden moordenaars binnen te sluipen. Pompey hoorde ze echter en sloeg aan. Vervolgens probeerde hij Willem te wekken door hem te krabben. Toen dit niet hielp, sprong hij op zijn gezicht. Door deze gebeurtenis werd het kooikenhondje ook wel het Willem de Zwijgerhondje genoemd. Toen Willem van Oranje in 1584 door een aanslag om het leven kwam, zou Pompey 3 dagen later van verdriet gestorven zijn. Op het praalgraf van Willem van Oranje in Delft is Pompey liggend aan zijn voeten te zien. En bij het standbeeld van Willem van Oranje op het plein in Den Haag is Pompey bij zijn rechterbeen te zien. Hieruit kan worden afgeleid dat Pompey geen mopshondje was. Anubis is de Egyptische god van de onderwereld. Hij wordt afgebeeld met een hoofd van een jakhals of hond. In de oudste graftombes zijn gegraveerde gebeden aan deze god te vinden. Hij had vele taken, zoals het toezicht houden op de mummificatie, het leiden van de zielen door de onderwereld en hun kennis en geloof van de goden testen. Hij plaatste hun harten op de weegschaal van rechtvaardigheid en de slechte harten voerde hij een Amit, een vrouwelijke demon. De bloedhond Pluto is door Walt Disney Studio bedacht. Hij verscheen voor het eerst in 1930 in de tekenfilm The Chain Gang. Hij heette toen nog Rover. De naam Pluto kreeg hij waarschijnlijk door de ontdekking van de gelijknamige planeet in datzelfde jaar. Pluto was eerst het huisdier van Minnie Mouse, maar uiteindelijk werd hij het huisdier van Mickey Mouse. Pluto is een van de enige Disney-figuren die zich niet als een mens gedraagt of kleedt, maar gewoon een hond is. Hij is een wat dommige, komische, avontuurlijke en vrolijke hond. Balto was een sledehond die in 1923 in Nome, Alaska, geboren werd. Zijn taak was het rondbrengen van voorraden naar mijnwerkers in de omgeving. In 1925 werd in Nome bij een paar kinderen de dodelijke ziekte difterie geconstateerd. Zonder serum zou de ziekte zich razendsnel verspreiden en de kinderen besmetten. Het dichtstbijzijnde serum was in een ziekenhuis dat honderden kilometers verder weg lag. Transport via trein, schip of vliegtuig was onmogelijk. Er werd besloten dat de sledehonden de enige manier van transport waren. Noor Gunnar Kassen leidde de expeditie. De reis zou 13 dagen duren. Op de terugweg stak een zware sneeuwstorm op en daalden de temperaturen drastisch. Kassen had de hoop al bijna opgegeven, maar Balto wist het team veilig naar Nome terug te brengen. Balto en het team werden beroemd. In New York staat een levensgroot beeld van Balto. Na zijn dood werd het lichaam aan het Cleveland Museum of Natural History geschonken. De sledehond Togo kreeg veel minder aandacht, maar eigenlijk had hij een veel grotere afstand afgelegd dan Balto. Balto had alleen de laatste 80 kilometer tijdens de sneeuwstorm meegerend. Togo stond tijdens de tocht ook tussen ijsschotsen door. Heel veel mensen vinden hem een groter held dan Balto.